Ik heb hem gisteren ontboden vanwege het gebruik van een incorrecte kaart op officiële documenten van Nederland. Dat was dus het gesprek gisteren en we hebben daar nadrukkelijk aangegeven dat dat niet past in de betrekkingen tussen de beide landen. Daarnaast ook dat de argumentatie die gebruikt wordt om die kaart te gebruiken, één is die eigenlijk niet correct is. Dus we hebben ons protest aangetekend, verbaal, en we zullen vandaag diplomatieke nota dat nogmaals bevestigen met aanvullende documenten, zodat men niet kan zeggen in de toekomst dat men niet weet welke kaart men moet gebruiken. De VN gebruikt verschillende kaarten. Wij hebben daar ook de goede kaarten gedeponeerd. Overigens is de cartografische dienst van de VN niet de instantie om te bepalen hoe de grenzen eruit zien van een land. De VN doet dat ook niet, ook de Organisatie van Amerikaanse Staten. Omdat er zoveel conflicten in de wereld zijn met betrekking tot grenzen, zijn internationale organisaties al geruime tijd niet in staat om precies aan te geven waar de grenzen zijn. Maar wat ze wel doen, is ze accepteren per formele nota de grenzen zoals wij dat zien. En de coördinaten van de grenzen van Suriname waren nog niet vastgesteld. Ze zijn pas goed in 2019 vastgesteld. En we zullen dus daar werk van maken dat ze officieel worden aangeboden. Dat betekent nog niet dat de VN zegt van zo liggen de grenzen. Dat mogen ze niet. Dat geven ze ook duidelijk aan in een disclaimer. Wat zal gebeuren is dat in de cartografische dienst van de VN de juiste kaart van Suriname zoals wij die zien gedeponeerd zal zijn. En overigens, dat hebben we reeds gedaan. Dus Nederland had even makkelijk die kaart kunnen gebruiken. Maar dat is niet alleen het meest principiële punt. Het principiële punt is dat bij de onafhankelijkheidsoverdracht er een brief is van de toenmalige minister-president Joop den Uyl, waarin precies wordt aangegeven op welke wijze de grenzen van Suriname zijn. En wij vragen van Nederland dat ze dus consistent en eenduidig die lijn blijven volgen. De brief van den Uyl, premier den Uyl, geeft precies aan hoe de grenzen liggen. En op basis daarvan weten ze ook welke kaart ze moeten gebruiken. En zeker in de bilaterale relaties hopen we dat we dus dat gerealiseerd kunnen krijgen. Ik denk dat dit belangrijk is dat we dit nadrukkelijk stellen. Er ligt wat werk op dit terrein, want wij hebben ook lange tijd dit niet aan onze gemeenschap goed voorgehouden hoe de grenzen liggen. Maar ook onze buitenposten. Dus wij gaan er nadrukkelijk op letten. En wat de rest zullen dus wat vervolgacties ondernomen worden.